Nou, welkom iedereen bij deze nieuwe video. Leuk dat je kijkt. Mijn naam is GTA 5 LSPD van Amor. En vandaag zijn we op zoek naar de enige echte Joris. En ik zie daar al iemand staan. Laten we hem gaan zoeken. Want we zijn vandaag mee met de brandweer. Kijk eens daar. Er staat iemand te zwaaien. Zou het hem zijn? Zou het hem niet zijn? Ik weet het niet. Is Joris hier, meneer? Weet jij waar Joris is? ja. Nee, als het zo'n video wordt, dan kunnen jullie beter stoppen met kijken. Nee, ja. Hoi Joris. Hoi, hoi. Goeiedag, afstand houden, 1,5 meter. Zoiets. Ja, 1,5 meter, kijk. Heel netjes. Mooi, ja. Nee, ik zei laatst in de video, daar ga ik niet over hebben. Want ik heb er ook genoeg gezeikt de hele dag mee. Dus ik ga het vandaag heel leuk met jou houden en we gaan gewoon lekker knus op elkaar zitten en staan. Hé, maar leuk dat ik er weer ben, want een tijdje terug met kerst, eerste kerstdag geloof ik, hadden we een special, 1,5 uur lang. Zoiets was. Ja, je bent lang geworden, hè? Ja. En ik dacht van ja, weet je wat, dat doen we dan meteen als eerste kerstdag special. En deze video kan ik jullie alvast verklappen. Wil ik ook gewoon volledig lang gaan doen. Want om toch weer even terug te komen op het onderwerp. We zitten natuurlijk in quarantaine. Als het goed is. Jullie. Ik moet werken. Joris, jij hebt ook een baan natuurlijk waar ja, je niet zomaar kunt zeggen. Te maken en zo. Ja, nou ja, je kunt niet zomaar zeggen ik zit thuis. Ik ga thuis werken. Tenzij je zelf thuis brand hebt. Want zoals sommige mensen van jullie weten, Joris is natuurlijk ook brandweerman. Maar omdat jullie toch thuis zitten en de minuten als uren aanvoelen, dacht ik, dan maken we deze video gewoon één lange video en kunnen jullie ook als één lange video kijken. En of dus je dat toch mooi te verwoorden. Ja, toch? Als jullie dat nou in 3 dagen willen doen, dat je in stukjes kijkt, moet je zelf weten. Maar als je zegt, ik wil op 1 dag dat die online komt, die hele video kijken, kan het in ieder geval. Dus, nou ja, leuk Joris. We gaan vandaag op welke van de 3 auto's eigenlijk? Want hier staat ja, van alles. We staan trouwens op slotlaan hier. Even korte introductie. Ik heb even slotlaan. De hoogwerker, 1151. Denk ik autospuit 1131. En die achter de WO-bus 1111 met de boot. Mm-hmm. En wij gaan vandaag de tank autospuit bemannen. Dus gewoon regular, plain, old, fashioned tank autospuit. Nice, maar het is wel een mooie tank autospuit. Daar hebben we toen met de kerst ook al in gereden. Toen was er sneeuw. Maar nu is er geen sneeuw, dus nu kan ik extra hard rijden natuurlijk. Want ja, ik mag rijden, hè? De dafjes van Rotterdam Rijnmond, hè? Ja, 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 niet helemaal, want ik kreeg je wel commentaar op. Ja, het zijn niet de DAF LF's, maar dafjes. Die wat wij toen hadden, die had nieuwe striping, toch? Klopt dat? Nee, volgens mij hebben wij het zelfs toen met kerst nog in de dingen gereden, in de Mercedes, of niet? Nee, 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 zeker met een dafje. Oh, okay. Mijns Herenlaan zou dat kunnen? Ja, 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 klopt, ja, met de kerstbomen. In de hood. Hey, maar mijn pager gaat nu af. We hebben een aanvraag, of we hebben een proefalarm gehad, dus ik doe even een aanvraag spraak. Doe jij dat eens? Voor de kijkers, jullie hadden, als de meldkamer komt, moet ik even stil zijn, maar jullie hadden natuurlijk, wel, ik zal mijn microfoon even muten, ik zal het Joris zo meteen ook nog vertellen hoor. Jullie hadden allemaal vragen via Instagram aan ons gesteld en die ga ik er al eens bij pakken. Ik heb er een paar al beantwoord en het zijn heel veel vragen, dus het lijkt mij het beste. Om dat nu alvast een beetje te bekijken, ja, nu het avond, rustig is. 11.31, maar verder geen probleem. Wij in ieder geval op luisteren, als slotlaan, 2 personen op het ding. Spuit over. Ja, 2 personen op slotlaan, heren, fijne dienst. 11.31. Nou Joris, hey, ik had het al even tegen de kijkers gezegd. Ze hadden natuurlijk allemaal wat vragen gesteld. Misschien is het leuk om die nu alvast een beetje erbij te pakken, gezien het nu nog rustig is en we dadelijk misschien alleen maar van A naar B zijn aan het rijden. Heel veel vragen natuurlijk, hoe download je deze mod? Ja, dat ga ik... ja, nou ja, laat maar zitten, ik ga er niet op reageren. Dat kan ja, allemaal... Ik meen me te herinneren dat jij op Instagram en op YouTube daar echt onwijs vaak over hebt geschreven van... ik heb het een paar keer uitgelegd en er staan heel veel video's online. Ja, maar zeker. Ik ga me niet natuurlijk hier al die vragen stellen, dus ik denk dat we die vragen gewoon even kunnen overslaan. Nee, want dat staat gewoon in mijn Instagram beschrijving. Ik kan jullie niet helpen met installatie of met problemen van jullie game. En dan krijg je elke dag nog 5 verzoeken. Dit werkt niet, dat werkt niet, help mij. Maar goed, we gaan eens wat leuke vragen pakken. En we gaan er even vanuit. Ik zal ook de vragen aan jou stellen in dat opzicht of het in GTA wordt bedoeld of in het echt. Want ik heb hier bijvoorbeeld een vraag. Wat doet een officier van dienst van de brandweer nou als er geen melding is? Weet jij dat? Ja, is het dan een echte? In het echt? We gaan nu even uit van, ja, in het echt.
Ja, officier van dienst, je hebt officier van dienst die 24 uur diensten draaien en je hebt officier van dienst die piketdiensten draaien. En piketdiensten die komen eigenlijk het meeste voor. Die officier van dienst hebben een pieper en een capcode. En als je gealarmeerd wordt, dan gaat hij naar het incident toe vanuit huis. Die heeft ook de piketauto bij, dus officier van dienstauto. En die moet hij dan ook tijdens zijn piket bij zich hebben. Dus dat zijn ook wel eens dingen die je ziet dat jij een brandweerauto bij dat Jumbo van de Albert Heijn ziet staan op de boodschap te doen is. Ja, ja. Dat is dan zo iemand die piket heeft. En als die gealarmeerd wordt, moet ze zo snel mogelijk naar het incident toe. En dan kan die niet naar huis om de auto op te halen. Hey, ja, precies. En dan heb je die beroepsofficieren van dienst en die hebben heel veel neventaken. Dus op de kazerne. Die zijn ook wel de hele dag bezig. Op een kazerne, of waar staan die dan? Ja, die zitten vaak op een kazerne, ja. Die rukken dan niet meer uit met de manschap die natuurlijk op dat moment op de tankhoudsfuit zitten. Ja, tenzij het middelbrand wordt natuurlijk. Ja, precies. Maar nee, die hebben heel veel neventaken met planning en misschien nog logistiek. Sommigen doen ook nog dingen voor opleidingen en vakbekwaamheid. Dus die komen de dag wel rond. Genoeg te doen in ieder geval als je over de heen bent. Dus. Ja. Als je wilt. En even kijken, ik had hier een vraagje, dat is, ja, heel veel vragen zijn niet echt vragen hoor, in dat opzicht, maar die wil ik wel even benoemen, want die heb jij namelijk al online gezet. Wil je een keer alle brandweervoertuigen laten zien die al in de game zitten? En dat heb je later gedaan, geloof ik, hè? Ja, die vraag kreeg ik zelf ook heel vaak op Instagram en op YouTube, dus ik denk, nou, daar ga ik gewoon een video over maken. En die is een weekje of twee geleden online gekomen. Ja. Mijn YouTube-kanaal. Want waar kunnen ze jou, het staat sowieso in de beschrijving, maar wat heb je allemaal qua social media? Want je bent natuurlijk wel, voor de meeste denk ik wel al bekend, in dat opzicht dat je al eens in mijn video's bent geweest. Maar ja, want wat doe je zelf eigenlijk voor de mensen die het nog niet weten? Ik had het al een beetje gezegd. Ja, ik ben het dagelijks leven ben ik brandweerman. En in het niet dagelijks leven ben ik online brandweerman ook. Dus ik neem mensen dat via social media mee in het werk van de brandweer. En dan niet zozeer de uitdrukken, maar juist alles daaromheen. Wie we zijn, wat we doen en waarom we het doen. Ja, en dat ja. doe ik als Joris brandweer. Dus Joris laagstreepje brandweer. En roleplay, wat jij Wim voornamelijk doet, doe ik voor de brandweer. En dat is Joris laagstreepje roleplay. Ja, en dat staat toevallig ook boven zijn poppetje zoals jullie zien. Dus Joris laagstreepje roleplay op Instagram en Joris laagstreepje brandweer op Instagram. Het zijn twee verschillende accounts. Brandweer in het echt, roleplay als een roleplay. Dan kun je hem volgen. En daar staan ook wel wat linkjes naar zijn YouTube kanaal, maar die zal ik ook in de beschrijving nu even neerzetten. Ja, en daar heb ik dus die video geplaatst met alle voertuigen, alle specialismes die we hebben, alle kazernes. Dus als je daar vragen over hebt, dan moet je zeker die video checken. Dan heb je ook alle vragen beantwoord. Nou, dan kunnen jullie dat zeker even doen. En er staat ook al een video online van dat Joris een keer met mij bij de ambulance, moet ik zeggen, bij de RPR meeging. Dus die was ook... Ja, als OVDG was dat toen, ja. Dat ja, onder andere, hè. Rapid Responder OVDG. Ja. Zeg, en hoe vaak hit jij de gym nou per week? Dat is ook een vraag. Nu natuurlijk niet zoveel. Nee, nu niet. Nu doe ik 3 keer per week ga ik mountainbiken. Maar nog maar niet 3 keer in de week sportschool en op zondag even een uurtje mountainbiken. Oké. Okay. Ja. Ja, ik zelf 4 à 5 keer per week toch wel als het kan. Ja, maar kijk deze chest jongen, die is getraind. Ja, zie je dat nou. Wee, wee, wee. Oh, en ik hoor een melding binnenkomen. Oh, waar gaan we heen? Hey, ik heb begrepen dat jij gaat rijden, toch? Ik ga rijden. Durf je dat? Ja, nou. Kleintje om. Wat gaan we doen? Brandweerjas. Waar gaan we heen? Wij gaan naar postcode 210 voor een ongeval wegvervoer. Persoon tegen een boom gecrashed. Oh, dat is niet zo mooi. Oh, we gaan al bijna eens een achteruit. 210 zeg je, hè? 210, 210. Oké. Okay. Ga ik even een aanvraagje spraak doen. Dan gaan wij alvast richting in-game praten. Voor de mensen die zich trouwens afvragen waarom Joris een beetje anders klinkt misschien. Dat is omdat het team natuurlijk niet helemaal meewerkt. En dus klinkt hij wat meer als een robot. Rubber. Assai, goedavond. Wij gealarmeerd voor een ongeval weggevoerd persoon tegen een boom gecrashed. Meer informatie zullen we de politie kunnen krijgen. Ik heb ook iets moet geloven, dus wij worden graag gekoppeld over. Ja, nou, dan ga je collega's nog zien ook nog. Ambulance rijden bij ons mee. Ja, dat is inderdaad. Ben ik benieuwd wie gekoppeld is. Nou, dat rijden met Prio 1 heb je al onder de knie, zie ik.
Ja toch, ik heb mijn stuurtje, ik had de toeter al gevonden, komt helemaal goed joh. 21.18 voor de 17.11.31. CP heeft de melding code 4 gemaakt. Ja, wij niet meer nodig is begrepen, wij koppelen af en gaan retour, hartelijk dank over. Ja, dat gebeurt ook wel eens als brandweer. Uiteraard. Dan is het niet meer nodig of het slachtoffer is er al uit, hè, want wij komen voornamelijk voor de bevrijding natuurlijk. Dus dan is het slachtoffer of al uit het voertuig, of in het allerergste geval is het niet meer nodig omdat de slachtoffer misschien wel overleden is. Ja. Maar het gebeurt ook wel eens dat meldingen afgekoppeld worden. Nou ja, dat hebben we bij de ANWB natuurlijk ook, bij de politie zal dat ook zijn. Dus we gaan wel lekker retourkazerne. Ja, als wij begrepen dat wij niet meer nodig zijn als brand, wij gaan retourkazerne en weer op beschikbaar over. Ja, is correct. Voor een bomgevallen. En dan zet ik ons op status 4 beschikbaar en dan zijn we voor de meldkamer weer beschikbaar voor een volgende melding. Als het goed is kunnen we hier praten. Ik pak er ondertussen alvast een andere vraag bij. Ja, we hadden van de sportschool nog kunnen beantwoorden. Hè? Ja, nu natuurlijk in deze tijd kunnen we niet meer naar de sportschool. Maar normaal ga ik zelf ongeveer 4 à 5 keer per week toch wel online. Ik vind dat een lekkere bezigheid. En de ene week natuurlijk wat minder dan de andere week. Maar ja, ik vind het wel lekker om te gaan eigenlijk. Het is een tijd dat mensen het niet zo leuk vinden om te sporten. En nog steeds wel. Maar ik ben nu meer bezig met kracht dan met cardio. En ja, dat vind ik leuker dan cardio. Ik snap dat mensen afzien van cardio, maar dat is zeker ook belangrijk. En hoe belangrijk is dat bij de brandweer nou eigenlijk, Joris? Ja, we hebben natuurlijk ook een keuring die we moeten halen. En afhankelijk van je leeftijd is dat of per jaar of per 4 jaar zelfs, als je een jonge hot bent. Maar nee, ja, dat is een keuring die is gebaseerd op de praktijk, op de werkelijkheid. Dus er zit krachttraining, er zit je conditie. En ja, je moet wel lekker fit zijn, je moet lekker in je vel zitten en dan haal je hem. Ja, want dat was later op het nieuws, hè, wel weer een tijdje terug, misschien een jaar terug, dat er heel veel mensen, vooral vrouwen, daar moeite mee hadden, hè, met die test. Ja, dat heb ik ook wel een beetje gelezen. En ja, wat ze zeggen als brandweer zijn, is ja, in het echt moet je die werkzaamheden ook doen. En ja, de werkzaamheden die je in het echt uitvoert zijn ook niet anders omdat je een vrouw bent, of omdat je klein bent, of omdat je lang bent juist. Want er is ook een onderdeel van de brandbestrijdingstest, is een tunnel waar je onderdoor moet kruipen. Dan mag je de grond niet aanraken, je moet echt op je hurken zitten. Mm. En die is voor lange mensen is die, heel vervelend, in ieder geval een stuk lastiger dan voor kortere mensen. Alleen ja, als jij in een situatie komt waarbij je dus inderdaad dat moet doen, kun je ook niet zeggen van ja, neem ik ben lang, dus ik, dan gaat het gebouw ook niet zeggen van oh, dan ga ik iets naar boven met mijn dak. Moment. Ja, precies. Weet je, dus ja, hij is voor iedereen gelijk. Ja, ja, maar dat lukt jou wel, hè? Ja, dat moet wel lukken. Nou, gelukkig maar. Hey, even kijken wat we nog voor iets hebben. Even kijken, ja. Ja, allemaal standaard vragen. Nou, hier een vraag, die vind ik wel grappig dan. Zijn jullie een beetje bekend in het vak brandweerman? Nou ja, ik wel, jij niet zo wel, Joris, geloof ik. Nee, ja, iets met rode auto's en ja, daar houden het mij ook op een paar kennis. Oh, de sirene, nee, dat is inderdaad. Nou ja, die vraag werd natuurlijk gesteld in het opzicht dat ze waarschijnlijk wist dat jij een echte brandweerman bent. Dus ik mag toch hopen dat je er enigszins wat ervaring in hebt. Ik las ook wel in jouw beschrijving op van een van je video's, geloof ik, dat je niet echt zit te wachten op commentaar en dat op zich van tot het niet helemaal gelijk is aan de echte realiteit, denk ja, ik. Ja, kijk, goed dat je dat aanhaalt trouwens. Nee, ja, ik ben brandweerman in het echt en wat je hier doet als roleplay, dat ja, je probeert de echtheid na te bootsen, de werkelijkheid na te bootsen, maar dat kan gewoon niet omdat je niet altijd alles in game hebt. We hebben bijvoorbeeld geen slangen die we kunnen koppelen, we kunnen de pomp van het voertuig niet aanzetten. De waterwinning is vaak fictief, dus dat doen we dan met pion aangeven. Het belangrijkste is, we hebben geen stralen. Dus we hebben geen lage drukstraal, we hebben geen hoge drukstraal, we hebben dat allemaal niet. En dat doen we met een brandblusser. Ja, en iedereen in deze server weet dat staat voor een straal. Alleen als je dan een opmerking geeft van, je staat bij een gebouwbrand, zou je met een poederblusser te blussen. Ja, precies. Ja, dan
ik snap het wel, dat je denkt van, hé, dat klopt niet, maar we proberen het zo realistisch mogelijk te doen met de middelen die we hebben hier in deze server. Ja. En daarom moet ik helaas iedere keer dat in mijn beschrijving zetten. Ja, nee, dat snap ik ook wel. En nu had ik in de vorige video met jou, had ik mijn helm op tijdens het rijden. En ik had gezegd, jij had tegen mij gezegd dat het niet mocht. Ik had ook gezegd dat ik daar geen commentaar op wensen. Uiteraard kreeg ik die toch. Maar dat hou je altijd. Maar dan doen we ze nu af. Ik heb hem niet afgehad net. Ja, ik rijd nu niet meer met helm. Dat is iets. Ja, ik zie hem leren op het dashboard al. Ja, zeker. Dat is ook niet de beste plek als je een scherp bochtje maakt. Maar nee joh, ik we leren al. Of ja, vooral ik leer van de fouten die soms worden gemaakt. En wat je al zegt, je kunt hier natuurlijk niet alles. Je hebt geen slangen, je hebt best veel qua materialen. Je hebt geloof ik een spreider of wat hebben jullie? Ja, ik ga hier achter het luik liggen. We hebben een spreider, ik zal hem pakken. Pak jij de spreider eens. Kijk eens daar. Ja, en het commentaar hierbij is dus een Holmatro spreider en daar hoort nog een hydrauliekslang aan, aan een compressor. Dus dat zou ook waarschijnlijk een commentaar zijn dat je video krijgt. Ja, ja. Maar het gaat erom dat we hem in game hebben, dat we hem kunnen gebruiken. Dus... Ja, ik dat soort commentaar snap ik nou echt niet. Ik vind alleen maar super vet dat jullie zo'n ding hebben. Ja goed, kijk, als je het hebt, we roepen de hele tijd van we spelen de brandweer na en we doen het zo realistisch mogelijk. Ja, dan is natuurlijk ergens heel stiekem is het ook wat erg als je dan zegt, hé, dat is niet realistisch, want je hebt de hydrauliekslang nog niet aangesloten, dus je kunt hem helemaal niet gebruiken. Nee. Ja, maar ja, dat moeten ze mij even voor nemen. Ja, over dat realisme gesproken, deze DAFjes die zijn natuurlijk ook niet één op één met de Rotterdamse, dus meer met de Groningse geloof ik. Maar goed, het is in ieder geval een vette TS. En daar kreeg ik ook een reactie op. Dit zijn niet de DAF van de DAFjes van Rotterdam, zeiden ze. Kijk, wat ik gewoon mooi vind, als je kijkt, je ziet gewoon echt, we hebben ook echt een team van developers die er alles aan doen om het allemaal zo leuk en realistisch mogelijk te maken en zoveel mogelijk te developen. Kan maar dat ook en als je kijkt, het is eigenlijk gewoon heel simpel. We zitten gewoon met z'n allen nu in GTA 5. En als je gewoon kijkt wat we aan hebben aan kleding en broeken en auto's en voertuigen en weet ik het allemaal, weet je, dat is zo voor Nederlands en dat vind ik al gaaf. En dan stoor ik me echt niet aan dat er geen slangetje zit aan een spreider. Nee, zeker niet. Maar ja, wat je al zegt, de development maakt super vette voertuigen, zoals deze TS, zoals die hoogwerken, zoals ja daar de duikwagen, verlengde sprinter, ja super vet natuurlijk allemaal met de boot. Dus tot dan nog veel mooie dingen van het development. Mogen komen. Ja, en dat gaat ook veel verder naar kleding. Ik zal even kijken. Ja, je zag het net al toen tijdens de uitdruk. We hebben dan gewoon de uitdrukkleding. Mm-hmm. Daar kan natuurlijk gewoon de helm bij op. En we hebben nog ademlucht. We hebben een bevelvoerder. Die heeft natuurlijk de bevelvoerdersflap achterop. En ook met ademlucht en alle setjes. Officier van dienst hebben we. Mm-hmm. AGS. Logistiek hebben we. Nou, ook nog. En een primeurtje voor jou misschien wel. Deze gaat ook in game. Oh ja, dat is de QRT, hè? We zijn nu nog met een select groepje heel erg aan het oefenen. Hmm. En binnenkort gaat dit live in game, dus hebben we een QRT, een quick response team. Hopelijk is het niet te veel nodig in game ook, want nee, ik zelf zeg eerlijk. Is het, hè? Ja, uiteraard, maar ik zelf vind het allemaal met die aanslagmeldingen hier zo. Het komt nog wel er is nog wel een periode tot mensen dat alleen maar zijn aan het doen. Nu is dat, ik klop het even af voordat we straks nog bij een aanslag staan, is het veel minder. Maar nou ja, het QRT is daar wel een hele leuke toevoeging op. Ik zag naar het duikploegleider en natuurlijk het duikteam. Maar dat zijn we vandaag niet, hè, duikteam. Nee, ja, je ziet de fles hier liggen. Ja, die heb ik een keer om mijn rug gehad, de hele bepakking. Ja. 60 kilo of wat was dat? Wat zeg je? Overdrijf ik nou? De hele bepakking, hoeveel was dat? 60 kilo of is dat echt veel te veel? Nee, dat is wel heel veel. Maar een kilo of 30, 35 haal je wel. Ah joh. Ze hebben ook nog een loodgordel om natuurlijk. Ja, dat is ook. Maar dit is de duikbus. Die staat eigenlijk, als we hier toch buiten staan met lekker weer, staat die vaak open. Kan het lekker doorluchten. Ademlucht ligt dan buiten. Die cilinders kunnen vervangen worden en er ook geen schimmels in gaat zitten. Dus alles lekker open. Mm. En bij een uitdruk... wordt in die automatengang, je ziet ze hier misschien wel staan hier binnen. Ja, die en dan ja. De harnassen waar je ze in klemt. Ja. En ook een beetje de ademlucht heeft dat ook, hè? Zo'n soort harnas natuurlijk. Ja, precies. En dan is het deurtje dichter naar gaan. En afhankelijk van de meldingen wordt de boot meegenomen. Die wordt niet altijd meegenomen. Nee. Maar hij staat nu wel klaar om te gaan. Ja, precies. En even kijken, ik had hier wel nog een vraag. Eigenlijk beantwoord je een soort van je eigen vraag al. Het was namelijk bij de brandweer.
Of nee, hoe heet bij de brandweer in Prio, net als Ambu A1 heet? Hoe heet dat bij de brandweer? Dat is ja, natuurlijk dat vind Prio, ik 1. Prio 1. Een hele goede vraag. Ja, Prio 1 is er bij de brandweer, ook bij de politie, dat is natuurlijk met toeters en bellen. Prio 2 bij de brandweer is volledig zonder toeters en bellen. En ja, daar hadden we het laatst ook al over geloof ik, bij de vorige video. Je hebt niet echt prio 3, hè? Dat is per regio een beetje afhankelijk. Kijk, er komt een overwerk en dan haal ik deze even weg, want dit is het reservevoertuig. Ik haal het reservevoertuig even weg hoor. Ah. Of ja, die weg kan ook. Nou, en nee, dus dat is prio 1 en prio 2 bij de brandweer. Had ik nog een vraag, want waar zag ik die nou ook alweer voorbij komen? Ja, hoe heb je lokale leren kennen? Dat is puur via de roleplay reality. Ja, en deze, die zag ik ook al voorbij komen. Ik dacht, die moeten we ook even behandelen. Olivier die vraagt, waarom rijdt de brandweer altijd met hetzelfde voertuig? En dan tussen haakjes, naar mijn idee in real life. Nou, dat, als hij bedoelt... Nou ja, wat hij denk ik bedoelt is dat hij de TS'en erg op elkaar vindt lijken. En misschien naar zijn idee dat die zelf precies hetzelfde zijn. Maar daar kunnen we denk ik heel kort over zijn. Elke regio heeft wel ongeveer dezelfde TS'en. Maar in dat opzicht door heel het land zijn er wel heel veel. Dan heb je natuurlijk ja. De DAF'jes, je hebt Mercedes, je hebt MAN, Volvo. En dan heb je niet maar één Mercedes. Dan heb je natuurlijk heel veel Mercedes TS'en. Ja, er zijn verschillende tankautospuiten natuurlijk. Alleen ja. Wat hij misschien ook bedoelt is, kijk, een tankautospuit is een basisbrandbestrijdingseenheid. Ja. Of een basisbrandweereenheid. En dan betekent autospuit liggen materialen om brand te kunnen bestrijden, om technische hulpverlening te kunnen verlenen. Dus ongevallen, beknelling bijvoorbeeld. De basis om een incidentbestrijding gevaarlijke stoffen aan te kunnen, waterongevallen te kunnen assisteren. Dus daarom een basis brandweereenheid. Daar ligt eigenlijk van alles op om hulp te kunnen verlenen. En daarom is het ook het go-to voertuig, om het zo maar even te zeggen, om mee te rijden als brandweer zijn. Ja. Dus ja, je ziet eigenlijk voornamelijk denk autospuit rijden als de brandweer uitrukt. Omdat daar eigenlijk alles op ligt wat je nodig hebt. Ja, als je het zo bedoelt inderdaad, dan is het waarom de TS dus zo vaak, waarom je dus eigenlijk met standaard auto rijdt, dat is omdat daar eigenlijk alles op zit. En dan als het wat op hoogte is of als er wat andere materiaal nodig zijn, heb je eventueel een hoogwerk op een HV of wat dan ook. Ja. En dan ja, zullen de laatste. De voertuigen die aanvullen afhankelijk van wat je nodig hebt inderdaad. Ja. Precies, maar TS gaat bijna altijd naar elke melding wel mee. Ja. De laatste vraag zal ik maar even pakken. Ik zal hem even bovenaan eens kijken. En dat is, wat is de origineelste melding die jullie ooit hebben gehad? Ja, ik weet hem wel. En jij? Ja, ik krijg ook super vaak de vraag. De origineelste of heftigste of wat had je bij? Ja, in GTA zullen we maar even neem ik aan. Ja, allebei krijg ze. Krijg ze op Joris laatste brandweer krijg die vraag, maar ook op Joris roleplay. Maar wat die voor jou is dan? Nou, ik heb een keer op het strand, daar kregen wij een melding van een persoon die bekneld zat. En toen wij daar aankwamen rijden op het strand, toen zat daar dus een mevrouw geloof ik. Die lag met haar benen onder een heel groot vrachtschip die was aangespoeld. Die mevrouw die lag daar lekker te zonnen. En dat vrachtschip dat was even het strand op komen varen en die lag daar op het droge en daar lag een mevrouw onder. Die hebben uiteindelijk met een paar scheppen gewoon even onder het zand een beetje uitgeschept en die is naar het ziekenhuis gebracht door ons. Dat is dan maar net goed gekomen dan. Ja. Dat had anders kunnen aflopen. Ja zeker, maar ik vond hem wel heel origineel en sindsdien heb ik heel veel meldingen ook gehad. En natuurlijk wel eens een paar mensen die helemaal gek waren of... mensen die op hoogte vast zaten in hoogspanningsmast, maar ja, dat is tegenwoordig ook niet meer nieuw. En toen ik deze vraag las, toen dacht ik meteen aan die melding. Dus ik weet even niks anders meer. Ja, wat ik vooral leuk vind aan deze vraag is, en ik zag ook dat jij de video laatst gemaakt had over als burger zijnde. Ja. Ik heb op mijn kanaal ook een video, of meerdere video's als burger zijnde. En ik vind het gewoon leuk om te zien dat, dat burgers, als ze echt moeite doen om een leuke, originele of bijzondere melding neer te zetten. Ja. In plaats van het afkomen met een hele standaard melding. Je kan even niet zo snel 1, 2, 3 een bijzondere of grappige melding bedenken, maar gewoon als je als burger veel moeite steekt in een toffe melding, dat je achteraf na het incident echt terugkomt met de kazerne op de post en denkt van nou dit was echt leuk wat hier iemand verzonnen heeft voor mij. Ja, dat is ook wel. Nu ik er ook weer aan denk, ik heb ook laatst, en dat hoorden jullie laatst in een video van mij toen ik samen met Mick met de politie was. Mick en ik kregen een melding van een aap in de Humane Lab. En die was ontsnapt. Of die had een medewerker gebeten. En de Humane Lab ken je denk ik wel. Een beetje een raar gebouw daar. Moet zo je hem arresteren zo die aap. Wat zeg je?
Hoe moest je die aap arresteren? Nou, wij, de rapid responder van de ambulance dienst was er dus ook ter plaatse gekomen. En toen wij daar aankwamen, toen gingen wij dat gebouw in, zoekend naar personeel. En op een bepaald moment lopen wij op een deur af, waar ineens een ambulance medewerker door, naar ons toe komt gerend, schreeuwend. En niet veel later kwam er een losgeslagen aap achter hem aangerend. Waarop ik meteen mijn vuurwapen trok en dacht, nou ja, dit is het ook niet helemaal. En Mick die trok zijn taser en die heeft die aap even getaserd. En die hebben we uiteindelijk in een kooitje gestopt en toen is de dierenambulance maar gekomen. Maar dat was ook wel een melding die ik nog nooit had gehad. Ja, daar maak je even mee, ja. Ja, daar heb ik wel mee gelachen in ieder geval. Dus dat is wel leuk. Hey, wat wij sowieso gaan doen, binnenkort mag, als je wilt, mag jij met mij mee. De afspraak is dan gewoon dat jij sowieso ook mag rijden op de ambulance dan weer. En dat jij dat dan gewoon filmt. En zo kunnen jullie kijkers alvast dus weten dat die er binnenkort als goed is aan zit te komen. Als Joris na deze video nog mee wilt met mij natuurlijk. Het kan ook zijn dat we straks... Nou, dat was de vorige keer goed bevallen, hè? Volgens mij is het ook goed bevallen, want nu rijden we met mij mee. Ja, nou ja, het is zo een heel leuk... Ik denk dat we gewoon heel erin moeten houden, dat we dat zo onderling uitwisselen. Dan leren we nog wat van elkaar, want we komen elkaar vaak tegen op incidenten natuurlijk. Dat is zeker waar. Dus dat doen we dat gewoon. Dan kunnen jullie dus zeker Joris zijn kanaal in de gaten houden binnenkort. Voor een video met de Amber mee. Kan best een tijdje duren, want Joris is een drukke man, ik ben een drukke man. En zo zien we elkaar soms nooit en zo zien we elkaar een paar keer in de week en dan kunnen we ook eens met elkaar mee. Voor nu hebben we denk ik even genoeg geluld in dat opzicht dat we voor de video hebben geluld. Wij gaan gewoon nog met elkaar even verder praten, maar ik stop de opnames en zodra de pieper afgaat zijn jullie weer als eerste bij ons. Tot zo. Tot zo. Nou, we gaan een stukje rijden, Joris, waar gaan we heen? Ja, wat ook belangrijk is dat we af en toe een stukje gebiedsverkenning doen om eigenlijk te zien wat nou zwaartepunten zijn in ons gebied en of we overal nog bij kunnen komen. En of de smalle straatjes begaanbaar zijn, daar hebben we ook gele kaarten voor die we op de voorruit kunnen leggen als auto's niet zo handig geparkeerd hebben. Ah. Dus we proberen eigenlijk ook iedere 24 uur wel even een rondje te rijden in ons verzorgingsgebied. En wat, waar staat het verzorgingsgebied voor? Ja, verzorgingsgebied is het gebied dat jij verzorgt, om het zo maar te zeggen. Dus waar jij verantwoordelijk voor bent, of waar jij de eerste tankhouders spuit bent. En we hebben natuurlijk verschillende kazernes hier in Rotterdam. En ik zal je de kaart wel even sturen, daarop zie je precies wat ons verzorgingsgebied is. Ah, ja. En wij zijn vandaag de 1131, dus Slotlaan. En dan kun je dus precies zien waar wij de eerste tankhouders spuit zijn die te plaatsen komt, mocht de brand er nodig zijn. Ja, oké. Okay. Ik weet bij god niet wat het gebied is, dus als ik eruit rijd dan moet je het maar zeker nou, zeggen. Nou, dat is de slotlaan wel heel groot, dus daar moet je flink doortrappen. Dat kan ik. Gebied uitrijden. Oh. Ja. Oh ja, nee, ga gewoon de rood. Nou, gaan we hier nog eens rechtdoor, want ik ken het gebied natuurlijk wel een beetje, het LSPD-VAR. En ik weet tot bepaalde straten, met zo'n ambu of zo waar ik dan wel eens rij. Bergjes omhoog, al die bergjes hier waar we links nu tegenaan kijken. Tot daar soms wel eens auto's geparkeerd staan tot ik daar al moeite mee heb. Met zijn TS is het natuurlijk alleen maar moeilijk hoor. Dus daar ben je nu op aan het jagen. Ja, niet zozeer jagen. We rijden gewoon om vakbekwaam te blijven, heet dat dan. En je wil gewoon dat je die meester bent. Dat je gewoon weet hoe die voelt en hoe die rijdt. Dus we proberen ook iedere dienst wel even te rijden. En als je dan iets tegenkomt waarvan je denkt, nou dit is gewoon niet handig als we hier tijdens een prio 1 rit langskomen. He, dan leg je zo'n kaart onder de voorruit en dat is geen bekeuring, maar dat is gewoon een stukje bewustwording van joh, let gewoon even op waar je auto zet. En als er zo'n grote rode auto langskomt, dan kunnen wij dan niet langs. Nee, het zou heel vervelend zijn als er iemand aan het balkon hangt omdat er een gebouw in brand staat. Of als er iemand gereanimeerd moet worden en wij dan niet langs kunnen omdat jij je auto onhandig geparkeerd hebt. Ja, precies. Nou, nu weet ik dat hier in mijn straat ook... Als hier echt een TS en een hoogwerker of in ons geval een autoladder langs moet, dan is dat niet te doen. Weet ik toevallig. Dus dat, ja, en dat is met zo'n flyertje, dat heet een gele kaart. Is er eigenlijk een stukje bewustwording van, hé ja, verrek, ik moet inderdaad opletten waar ik mijn auto parkeer. Nou, we hier in 5M niet zoveel geparkeerde auto's, omdat het verkeer heel... Nou ja, als je zo meteen hier naar links gaat en je gaat er heuvels in, daar is het heel lastig komen met die hoogwerker die er op de post zag staan. Wel een leuke weg om prio 1 te rijden in die heuveltjes. En auto's die op brandkranen staan of voor brand voor bovengrondse brandkranen, dus echt, je komt een hoop tegen hoor.
Ja, maar ik denk niet dat je daar heel erg van bewust bent als je geparkeerd staat. Of ja, ik niet. Denk ik. Als ik mijn auto ergens neerzet. Als ik daar mag parkeren. Betekent laat dat ik dan... zo zeggen, als je er mag parkeren, dan staat er vaak geen brandkraan. Ja, ik wil net, dat was mijn vraag inderdaad. En mijn pieper gaat. Dus dat betekent dat wij weg moeten. Postcode 99. Dat is een automatisch brandalarm. 301. OMS op postcode 99. Waar ging het kant op? Ja, inderdaad, een OMS. Openbaar meldsysteem heet het dan. Moet gelijk weer een aanvraagspraak. Komt de AC zo in het kanaal, dan zal ik even wat meer informatie vragen. AC, wij proberen onderweg voor een automatisch brandalarm op de luchthaven, postal 92. Zie je dat er inmiddels ook contact is geweest met het object, want er staat in de klapmondpietjes dat er rookwaarnemer is. Was even benieuwd hoeveel mensen er aanwezig zouden zijn, wat ze daar aan werkzaamheden aan het doen zijn en of de ontruiming gestart is over. Ja, ontruiming is gestart, het is een loods, aantal mensen onbekend. Iets verderop zou ook niet zag ik oprecht niet, je zag het op beeld. Kijk het even aan. Die reed net terug. Ja, staan meteen in de brand staan. Wij gaan in ieder geval prio 1 die kant op. Worden wij opgevangen door de melder over? Ja, de melder staat dus buiten op de wachthaven. Postcode 99. Ja, en stel de bedrijfsopleiding. Ja, postcode 99. BHV van Kjol. Ja, wij enkele kilometers uit. En laten we gevoelig rollen van het horen over. Ja, 1131. Bedankt. User joined Ik zei net ook wat tegen de kijkers, die vrachtwagen die waar we ineens volop knallen, dat was toch echt anders op mijn beeld. Dus ik hoop niet dat je geschrokken was. En wat ook bij nou, ik dacht wel alleen wat gebeurt hier, maar goed. Ja, die reed echt zeg maar 20 meter voor mij en ineens reed die een halve meter voor mij. Maar goed, heb jij het uitvragen meegekregen? Ja, er zou daadwerkelijk rook te zien zijn. Hè? Mensen zijn aan het ruimen, BHV wacht ons op. Nou ja, meer is het ook niet. Nee toch? Wat we dan nog even zouden kunnen vragen is de waterwinning. Maar ik heb MOI naast me en ik kan de waterwinning opzoeken, dus dat is ook niet spannend. Gaan we niet naar het vliegveld? Ja, en we hebben toestemming van Marseille om het terrein te betreden. En is het TS daar dan bezet of doet de brandweer daar niet aan dit soort OMS'en? Oh jawel, maar dat kan van alles een oorzaak hebben. Want hij is of inderdaad al ingezet elders of wat dan ook. Maar ja, wij nu die kant op. Oké. Okay. Nou, staat ze even ter plaatse. Ook zie ik een hele grote loods. Kijk, de bedrijvigheid gaat hier in ieder geval gewoon door, zie ik. Er staat iets binnen, zie je dat? Ja, en er ploften wat tankers. Er staan nog mensen binnen inderdaad, bij de private jet, meerdere mensen. Ga maar eens... Wat wil je? Moet ik naar binnen rijden? Ja, zet hem even hier neer, we gaan er wel even lopen naartoe. Ik heb mijn uiterlijke kleding nog niet omgedaan. Want we jas zetten. Hangar 4 lees ik. Microphone activated. Microphone muted. Is dit hangar 4? Ik denk dat wij hier niet welkom zijn, als ik het zo zie. Nee. Goedendag. Hallo. Wij zijn gealarmeerd voor een automatisch brandalarm, maar dit ziet er allemaal vrij rustig uit.
Ja, wij zijn een VIP transport aan het doen. Okay. Dus, Nee, maar goed, dan rijden wij door, dan weten we dat het niet hier is. Succes! Okay. Smooch. Ik las stiekem hangar 4. Ik, weet ja, ik zie het nu in klapboekjes staan. Waar dat is? Kun je gewoon prio 1 hier links over de baan rijden? Over de weg gewoon? Hoe bedoel je precies? Gewoon hier waar het karretje deze weg waar het autootje rijdt, hè? Ja. Ja. Ik laat blauw maar uit, want dat doet de commando nog wel eens moeilijk over. Hangar 4 is hier tegenover, maar we kunnen niet zomaar over de start- en landingsbanen. Nee joh. We vallen toch wel op met zijn grote... Of we moeten vleugels hebben? Kan ik maken. Een 4 is eentje verder geloof ik. Staat hier, oh, staat hier een auto hier links? Ja, wacht. Staat hier wel iets. Oh daar, rook, achter. Staat dus in de fik. Ja, ik stap uit. Ik ga even kijken, draai jij hem even met mijn kont om. Voertuig. Ja. Dat we in ieder geval veilig staan. Goedendag. U bent de bedrijfs hulpverlening? Oh, oké. Okay. Ik zie daar wat rook uit de kliko komen. Is dat... Oké, bent u verder al binnen geweest of iets? Nee, ik heb even kort gekeken hier links in de kamers en voor de rest niet. Daar is niemand meer verder? Nee. Daar hebben ze in principe gesloten. En wat zit er aan de achterkant van deze loods, weet je dat? Nee, dan moet ik even kijken. Oké, als jij er van mij in ieder geval omheen wil lopen en van een afstandje heb ik dan hier terugkomen, maar dan even verteld gaan wij even die container verder blussen, ja? Ja, is goed. Super, ook graag van je. Warmtebeeldcamera. Nou, Wim meegekregen denk ik. Containerrandje. Ja, ik ga even kijken wat er aan de achterkant zit, dat ik dat in ieder geval ook even weet. Als jij in ieder geval ademlucht omhangt, gaan we even met z'n tweeën blussen. Hoge druk, lage druk? Dit kunnen we met hoge druk aan. Hoge druk. Dus we hebben hier een haspel. Ik rol hem al af als jij hem uitloopt. Ja, voor de mensen die nu denken wat de fuck is dit, wat wordt er gegooid, dat is de burger die gooit nog wat smoke bommetjes. Ik zet wel even mijn god mode aan. Anders ga ik dood, want het zijn natuurlijk wel tear gas zeg maar. En dat is niet zo mooi. Microphone activated. Joris, kom eens uit. Hey Brit. Staat de pomp al aan? Ja, pomp heb ik net aangezet, jij hebt druk op de straal. Ik ga als blussen betreft een papiercontainertje. Microphone muted. Nou, we gaan eens blussen. Ja, ik ga even contact nemen met AC, geef ik het nader bericht. Die zijn ook wel benieuwd wat hier aan de hand is, zo dicht bij de startlandingsbaan. Dat begrijp ik. Ik heb, ben druk bezig met blussen. Nou ja, dit zijn kleine brandjes en natuurlijk, we gaan nog eens wat, wat koelen. Daarnaast deze koelen we even, die koelen we even, yolo joh. Ja, kijk eens aan. Als je er meteen klaar bent, pak even de warmtebeeld met de auto. Kun je nog even kijken hoe warm die is en dan ook even de installatie hiernaast. Je weet waar die ligt en hoe je hem pakt. Zekers. Nou, brand lijkt uit. Ik ga de warmtebeeldcamera pakken. We laten de... Dat blusding hier liggen. Noem maar even blusding. Ik ga even rennen. Anders zijn we zo lang bezig. En dan moet ik geloof ik. Nee, wacht even home. En dan hulpmiddelen. En dan hulpdiensten. En dan pak ik warmtebeeld. Dat ding nooit gebruikt. Ah, oké, dat werkt verder niet heel spannend. Zie dat bij jou de BHV staat? Had jij nog iets achter het gebouw zien? Nee, we hebben rechts achter, daar bij de trap ongeveer, hebben wij een aantal opslagtanks staan voor vloeistoffen. Maar die zijn leeg, de hangar is volledig buiten gebruik. Oké, hangar buiten gebruik, opslagtankers voor vloeistoffen staan achter, maar die zijn leeg.
Ja, helemaal super. Nou, het was toch een klein brandje, dus dat heeft verder niet veel betekend. In ieder geval bedankt voor het kijken. Wij gaan het hier verder afhandelen. Ja, regelt u het in ieder geval met de eigenaar van de loods, of in ieder geval wat hier aan bedrijvigheid plaatsvindt? Even snel kijken. Dus de warmtebeeldcamera, het beeld wat jullie hierop zien, dat blijft natuurlijk overal gelijk. Maar het is ook wel zoiets waarvan we zeggen van, ja, super tof dat het er is, hè. Nou, dit ziet er allemaal keurig netjes uit. We kunnen wel nog even vragen aan de burger. Microphone muted. Oh, we waren blijkbaar aan het praten. Burger, zien we nog afwijking op de warmtebeeldcamera? Er zit geen afwijkende ding op je WWC. Oké, duidelijk. Microphone muted. Nou, we waren blijkbaar al aan het praten via de burger, dus je had het al gehoord. 1131. Niks meer te zien op de warmtebeeldcamera, je mag nog eens meekijken. Oh, doei. Oh. Ja, AC, wij in ieder geval te plaatsen. Hebben toch een klein brandje in een papiercontainer. Verder geen bijzonderheden, geen objecten verder aangestraald. Zijn in ieder geval incidentmeester inmiddels al. En gaan zo meteen retour over. Ja, als u de tour gaat, wilt u dan alsjeblieft positie nemen in Post of Laringen, in verband met dat dan de bezetting een beetje rond is, want ik heb jullie als enigste eenheid voor heel het verzorgingsgebied over. Oh, ja, ontvangen wij herbezetting kazerne Vlaardingen. Even ontvangen, AC. Ja, herbezetting kazerne Vlaardingen, dankjewel, succes. Hé, hey, je had hem helemaal gekeken zo? Ja, je mag nog meekijken ter controle nog. Ja, nee, ik geloof het. Je bent een ervaren brandweerman inmiddels. Ja, toch. Super. Hé, hey, ik wil even meekijken hebben over de Porto. Herbezetting Vlaardingen, ja. Ja. Vullen we daar ook gelijk de tank even op Vlaardingen en dan wij gaan onze bepakking weer afdoen. Ja, ik heb hier de flap in opleiding en als ik de ademlucht om heb niet, dat weet ik. Maar daar doen we niks aan. Het kan wel denk ik, ademlucht met die in opleiding, maar goed. Het is vooral even ook voor in de auto. Gordeltje om. Oh, dat was wel heel veel. Wat is dit? Nou, Vlaardingen post al 356 dan. Is maar bekend, is de combipost, hè? Ja. Dacht even dat ik ging zeggen positie in of positioneren, stationeren in de positie van. Ik dacht er komt een vliegtuig. Ja, ik denk die willen ons ergens op een uitgangsstelling hebben of zo. Dat is een groot incident gaan. Graag positioneren. Ik denk oh. Ja, precies. Maar wat niet is, kan er komen. Nou, ja, wij nu in ieder geval op beschikbaar. Status 4. Niet op kazerne. Dat zijn niet op onze eigen kazerne natuurlijk. En op Vlaardingen gaan we even water bijtanken. Dat hebben we natuurlijk gebruikt net met die inzet. Maar wat nou als we onderweg een melding krijgen? Dan houden we daar rekening mee. Dus dan zou je of kunnen zeggen we schalen eerder op of we vragen eerder een WTS, een watertransportsysteem te plaatsen. We hebben ongeveer 1600 liter water aan boord. En je hebt dan nu 350 van gebruikt, dus we hebben iets minder water. Niet schrikbarend, maar het is gewoon bij een volgende melding even rekening mee houden. Ja, precies. Als er echt iets dermate is, dan ga ik op status ingerukt. Dat betekent dat we niet inzetbaar zijn voor de volgende melding, totdat we weer compleet zijn. Ja, oké. Nu zijn we zo maar dit, in Vlaardingen. Ja, dit... En zeker aangezien we de enige tankauto's feit nog zijn die ingezet kan worden nu, omdat de rest allemaal blijkbaar op incidenten staat. Vind ik het niet waard om nu te zeggen dat we 350 liter water minder hebben, dat we niet beschikbaar zijn. Nee, lijkt me ook niet nodig. Hier is Kamalbureau voor de kijkers. Daar zijn we natuurlijk ook een keer een video begonnen. Daar hebben we niet heel veel van opgenomen, of daar heb ik wel veel van opgenomen, maar niet veel van online gezet. En dat ga ik jullie nog even nader toelichten. Wat we eigenlijk daar in die video hadden gedaan, we kregen een melding in de haven. En
Die melding die liep uit op een inval in een woning. En die inval die ging volgens Kamar-leden niet helemaal... Het rijdt toch soepel en beheersbaar door het verkeer? Ja toch, stuurtje, gaspedalen, lekker man. Heb ik echt pedalen en zo? Ja, ja zeker. Jongen, 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 jongen. Knipperlichtjes, alles. Ik was de kijkers even iets aan vertellen over een video die ik met Kamar had opgenomen die ik nooit online had gezet. Of eigenlijk gedeeltelijk. Dus dat ga ik ze nog even toelichten hoe dat nou precies zat. En wat daar dus die inval was volgens de Kamar niet helemaal hoe dat hoorde. En om nou te zeggen van ja, we zetten die video online of niet. Ik heb dat aan hun toen overgelaten. En hun zeiden eigenlijk van ja, kun je wel doen maar. En toen dacht ik al van ja, weet je wel, laat maar zitten. Ja, binnenkort gewoon nog een keer met de Kamar mee en dan kijken we of we dit soort meldingen ook nog een keer krijgen of niet. Maar het, ja, die maar, dat was vooral, daar moet je heel veel knippen en plakken. Even aan de kant, kijken of er nog een komt. Hier is het schande. Ja, ik zag het. En dus uiteindelijk ja, was die video een beetje nutteloos. Want die melding in die, ja, wat ik al zei, in die haven en die inval, dat heeft gewoon heel veel van de surveillance gekost. Waardoor we uiteindelijk dus niet veel meer over hadden. En nu hadden we op het einde nog een melding van een BTGV. Die kan ik misschien nog wel eens editen en online gooien. Maar ook die BTGV was ik weer niet tevreden over. Want ik vond het eigenlijk heel raar gaan. En dat mogen jullie best weten. Er was namelijk een persoon die wij aan de kant zetten in verband met zijn rijgedrag. We waren daarmee aan het, in het gesprek. We stonden naast zijn deur. Wij waren bezig over... alles en wat hij allemaal deed en zo. En ineens kwam uit het kenteken of uit zijn ID, uit zijn rijbewijs te controleren dat hij gezocht werd. En toen werd er een heel BTGV opgesteld. Ik vond het een beetje dubbel. Ja, je had hem ook kunnen zeggen van stap uit en draai je om, handen op het stuur, even rekenen. Maar wij gingen ineens achter de auto staan en BTGV. En dan vond ik wel zoiets van ja, moest, ja, is ook niet helemaal logisch, leek mij. Dus daar heb ik dan weer zoiets bij van ja, moet ik dat wel online zetten. Dus om dat goed te maken zet ik gewoon binnenkort, ga ik wel nog een keertje mee met Kamar en dan doen we het anders en hopelijk beter. Dus dan weten jullie dat waarom dat niet minder online is gekomen. Microphone activated. Kunnen wij hier veilig praten of zitten hier heel veel mensen in dit kanaal? Nee, we kunnen hier praten. Ik denk moet je hier trouwens, hier achteruit nu. 11.1 je dacht met een spraakvraag, je hebt ja, wij in ieder geval voor herbezetting aangekomen op verladingen en zullen hier aan staan tot na de bericht over. Dat is goed, ik ben aangekomen op Vlaringen en nu wordt nader. 11.31 uit. Microfoon muted. Staan we goed? Nee, dus nee. Daar, bij die, dat ladingdok zeg maar. Ah. Ja, niet te ver naar achter zetten. Ja, helemaal goed zo. Microphone lekker pompen nu. Ik weet inderdaad dat we in Rotterdam, toen ik mee was op baan, hadden ze zo'n, hoe heet dat? Zo'n hele grote slangen in de Maas toen gepleurd. En daar hadden ze weer zo'n groot sproeisysteem op aangesloten en dat gingen we toen weer terugspuiten, zeg maar. Dat was ook een oefening. Grote slangen in het water en een sproeisysteem. Ja jongen, dat was een grote sproei. Dat was een grote sproei. Afgelegd open water en ze hebben een straatwaterkanon geplaatst, ja. Ja, dat. Ja. Ja, klopt. Ook dat is een stukje vaak bekwaam, hè. Dus dat zijn die rode, of die rode, die zwarte slangen die bovenop liggen. Met zijn ballon erop, jongen. Ja, ja, met een boei dat je niet, dat je hem kan vinden als je niet zinkt. Ja. Als je hier gaat staan, ja hier zijn ze dan blauw. Dus in ieder geval zit een blauwe koker, ja, maar hier liggen die zwarte buizen. Mm. Dat is voor open water heet dat. Dus inderdaad, die gooi je in het water en dan zuig je dus open water op. En dat kan een sloot zijn, dat kan een meer zijn, een rivier. Geen zee. Nee. Nee. Dan komen er vissen in. Nee. We zouden niet. Zo, dat staan raad te kijken. Als je mijn gebouw staat te blussen, dan komen vissen op stel. Ja, dat vind ik een hele originele. Die ga ik onthouden. Die ga ik ooit dan zeggen als mensen vragen waarom kan dat niet. Ik zeg ja, je hebt er nu dat je vissen of de fossielen voor die weetjes. Ja. Warm. En weer gebakken nee, vis. Maar vanwege het zand. Dat gaat de tank en de pomp niet leuk vinden. Nee, oké.
Ja, die raakt voort dan wel. Ja, kan toch. Nee, ja. Hebben we er dadelijk een haai in zitten of zo? Hé, hey, je bent zo'n filo voor die beestjes, helemaal saai. Je staat te blussen met een gebouw eraan en je spuit zo een vis die vuurhouding. Ja, jongen. Arme beestje. Die hebben ook gevoelens. Nou, wij zijn hier wel weer vol. Oh ja, die pionnen waren inderdaad een teken van dit is onze slang. Daar pleur ik altijd met mijn handen keihard overheen. Kom ik aan bij zijn brand. En dan heb ik altijd zoiets, er staat een hoogwerker en er staat nog meer en dan staan er pionnen. En ja, kan ik hier nou doorheen of niet? En ja. Ja, een goede brandweerman plaatst altijd een slangenbrug en dan kun je gewoon overheen rijden met je auto. Ja, die heb ik ook een keer. Daar heb ik een keer een filmpje van gezien, maar ik weet niet meer hoe dat nou zat. Heb ik ook een keer in mijn video uitgelegd inderdaad. Een slangenbrug. Oh, die hadden. Nee, dat was een foto. Die hadden. Die hadden wij een spoorweg over, of hoe noemen we dat zoiets? Ja, die ken ik wel. Die kent iedereen ook wel, ja. Daar hadden ze ook zo'n brugje voor de rails, ja, tuurlijk. Ja. Nee, dat was mooi, jongen. Kom, zet het eerst binnen. Kunnen deze binnen. Eens kijken of er nog allemaal staat. Had je trouwens gezien mijn zieke reddingsactie toen er bijna een politievito op ons knalde? Nee. Ik had de versneller erop gegooid en getuterd. En hij stopte. Het is de eerste keer terug aan deze kant parkeren ook. Wow, hoe deed je dat nou? Oh, ja, deze ook. ongeval voertuig met letselbeknelling, postcode 346. Dat is hier in de buurt, geloof ik. 6. Ja, dat is hier op de hoek. Persoon onwel, adem aanwezig, steeds meer bij kennis, pijn, benen, roep slachtoffer. En die start hij niet meer, potman is u. Ja. Dat zou misschien een achtervolging zijn geweest, let op. Zou het kunnen? Ja, ik weet het niet. Jij doet spraak? Ja, is eruit. User joined your channel. 11, en je laat me de spraak of vraag te prepareren. AC, wij zijn uit Vlaardingen gealarmeerd voor een ongeval letselbeknelling, postcode 346, zijn prio 1 aan rijden en bijna te plaats over. Dat is woord voor informatie, persoon is aan het lab, nog steeds bekend is, heeft pijn in benen, roept dat over locatie is veilig voor informatie. Ja, u geeft aan locatie veilig, is het een aanleiding van een achtervolging of iets dergelijks? Negatief, want het is van een overval. Ja, is ontvangen wij bijna te plaatsen en u hoort nader van mij op. Ja, dat is goed, ik begreep u. Ja, klopt inderdaad. Hier is de binnenlijn ofzo? Eenheid politie, kom eens uit. Nee, we hebben nog geen politie op luisteren. Oh, hier staan auto. Is het hier dan? Oh ja, dat ziet er niet voor uit. Oh. Ja. Ik zet hem even in een fend-off dan. Ja, doe maar even. Met de fend-off zit ik al een beetje te kijken. Ik zet hem sowieso zo neer, hè. Welke kant moet ik mijn wielen nou opzetten? De verkeersluwe zijde, dus naar rechts. Maar als ik hem hier dan neerzet, dan knal ik op die auto. Nou, het idee is als je... Nu knal je niet de weg op. Ja, oké. Okay. Daar gaat het om. Ja, dit is prima dan. En eerst eens even kijken. Oh, even de helm en de HV-bril. Oh, die bril die hebben we niet, denk ik. Even kijken. Meneer, hoort u mij? Oh, dat heb ik dan wel niet. Hallo? EP. Kun je mij vertellen wat er gebeurd is? Weer bluskleding. Accessoires. Helm. Ja. Oké. Heeft u verwondingen? Ja, voor mij bloed ik wel wat op mijn voorhoofd en mijn rechterarm. Okay. Wat ik even belangrijk vind, ik leg even mijn handschoen op de voorruit. Ik wil even naar voren blijven kijken. Niks verder niet bewegen. Dit is mijn collega van de brandweer. Die is toevallig ambulanceverpleegkundige, dus die gaat ook zo meteen even bekijken. Dat is handig om bij je te hebben. Maar blijf even naar voren kijken, oké? Ja, is goed. Nou, laat jou vooral je ding doen. We zitten hier vandaag met de brandweer, dus ik ben leek in medisch gebeuren. Maar je hebt nu je handschoen neergelegd. Ik weet wel waarvoor dat is. Je hebt het ook al tegen hem gezegd. Ja. Meneer, ik stel hem wat vragen hoor. Ik ben leergierig vandaag. Waarvoor doe je dat? Nou, ik heb in ieder geval in eerste instantie een aanval spraak gedaan dat ik hier graag mogelijk ambu wil. Ik had gehoopt dat er gekoppeld zou worden. Ah, jij heeft mij al de ambulance te plaatsen gestuurd over? Negatief, helaas komt deze ambulance wat later gezien de huidige ambulance melden.
Ja, in het ontvangen, dan gaan we kijken hoe we het zelf op kunnen lossen. Alvast bedankt en stuur hem graag door, zodat het mogelijk is over. Ja, in ieder geval die handschoen die ligt daar omdat ik niet weet wat meneer Van Klappen heeft gemaakt. Mm. Dus ik wil dat hij naar voren blijft kijken en zijn nek dus niet gaat bewegen. Dus ik neem eigenlijk stap voor stap mee in wat ik ga doen, dat hij niet schrikt of niet zijn nek gaat draaien om te kijken wat gebeurt er nou achter hem. Want ik weet natuurlijk niet of hij nekletsel heeft, of in ieder geval rugwervelletsel of wat voor letsel dan ook. Ja. Dat heet bij jullie het CWK-letsel geloof ik. Klopt. Dus die handschoen ligt daar, dat hij alleen naar die handschoen mag kijken voor mij en zijn nek niet beweegt. En wat er als die handschoen omlaag glijdt? Nou, dat kan niet, dat is achter de ruiten wissen. Ah, oh, oké. Okay. Dan zie je de achterdeur is open, dan had ik graag dat jij achterin gaat zitten. Zeker. Om zijn nek te stabiliseren. Goeiedag meneer, dus pak nu met je handschoen. Ik ga je nek vasthouden, niet schrikken hoor. Ja, is goed. Oh, oké. Okay. Nou, volgende stap is, voordat ik iets kan gaan doen bij meneer, is kijken naar de airbag. Nou, ik zie dat die niet geklapt is. Meneer, ik ga even een airbaghoes plaatsen. Ja, blijf even zo zitten. Beweeg verder niet, oké? Okay? Mijn collega houdt uw nek even vast. Ja, dat voel ik. Ga ik even de airbaghoes halen. En hoe was het gebeurd, meneer? Ja, dat zei ik ook wel tegen een collega. Ik reed wel hard hier. Die drempels hier maak ik niet beter van. Nee. En ineens het macht over het stuur verloren, zeg maar. En je kwam van de kant waar we nu naartoe kijken. 1612. Nee, nee, nee. 17, achter ons. 1131. En je bent een spin geraakt of zo. Nee, ik klapte eerst tegen dat muurtje en een beetje langs geschaafd. Voertuig eenzijdig omgevallen, voertuig macht op stuur verloren. Wij staan hier wel in de vent of hadden graag politie gewenst en ambulance over. Ik kan nog wel herinneren dat ik tikte tegen de muur, maar uiteindelijk... Zeg maar, pijn. Ja, persoon is aanspreekbaar, klaar voor last van mijn hoofd, hoofdpijn. En natuurlijk weer rondop mijn voorhoofd. Ja. Voor de rest wel lastig van mijn nek als die klap dat is, hè. Oké, en heb je... Had je gordel om? Ja, persoon aanspreekbaar. Inschatting maken. Gordel, nu niet meer. Ja, nee, niet meer. En tijdens het kan zijn dat ik hem ook afgedaan. Ik weet niet. Ja, lastig, want kun je niet meten. Nee, het is eventjes zo geleden al. Na omstandigheden goed. Is goed aanspreekbaar, reageerde op vragen. Dus we verwachten geen schokkende dingen over. Maar geen bloedingen of andere... Nee, geen ernstige bloedingen. Voor de rest is dus nee op mijn rechterarm. Ik ben eigenlijk 500 meter uit hebben. Ja, ontvangen. Wie vroeg er allemaal vanaf dezelfde waardes? Ambulanceverpleegkundige Job. Oh, oké, wel Ambi. Ja, mooi. Ja, die is zo onderweg. Meneer, ben jij ergens allergisch voor? Nee, nee, ik ben ergens allergisch voor. Medicatie? Ik ga het toch vragen allemaal, dan kan ik dat dadelijk al zeggen tegen mijn ambulancebroeders. Nee. Slikt nee, geen medicatie? Nee, nergens voor. Zeg het toch voor ons weten, hè, die gordel, je twijfelt er een beetje over. Zeg het gewoon even eerlijk of je hem op had of niet, het kan een groot verschil zijn, hè. Mij maakt het niet uit of je hem op had. Ik denk het wel, want... Mag even doorrijden, mevrouw, want het is een ongeval gaande. Dankjewel. Doei! Dus je hebt alleen last van je nek en hoofd? Ja, voor nu wel. Oké, dan ga ik dat door. Ik wil wel druk op mijn benen. Joop. Wat is je naam? Ja. Zou je misschien jouw voertuig aan deze mijn kant naam is Jan. Of op die Jan, kant weer kunnen zetten? Dus deze rij ben namelijk gewoon van je. Joost, je gaat wel kijken, krijgt zo. Benen bekneld zitten of iets? Denk nee, ik heb hem... Nee, de eerste, wat we eerst doen is de veiligheid. Dus we willen het voertuig blokkeren, stabiliseren en de airbaghoes. En ik ga nu verder kijken. Ik zag dat meneer gewoon aanspreekbaar was en rustig was. Dus even doorrijden. Geen ernstige dingen. Even inlichten. Hoi Job. Ja. Goeiedag. Ik zit achterin hoor. Dit is Jan. Jan heeft een auto-ongeval gehad. Reed wat sneller. Heeft op dit moment zijn gordel los gedaan. Zegt tijdens het ongeval zijn gordel wel om te hebben gehad. Weet het niet helemaal zeker meer. Is goed aanspreekbaar. Hij kijkt vooruit. Ik heb zijn nek nogmaals gewoon vast even. Hij heeft last van zijn hoofd, daar zien we ook een hoofdwond, niet actief aan het bloeden. En last van zijn nek, waarvoor ik die dus immobiliseer. Qua ampel heb ik vooral geen allergieën en geen medicatie in de voorgeschiedenis. Past illness, last meal en dat soort dingen, dat hebben we nog niet gevraagd. Oké, hoe heette die, sorry? Jan. Jan. Hi Jan, ik ben Job, ik ben van de ambulancevoorziening van Rotterdam Rijnmond. Oké. Okay. Hi, ik wil eventjes een aantal dingetjes van jou weten. Je kan er rekening mee houden dat dit niet gelijk wordt doorgespeeld aan de politie. Maar heb jij verdovende middelen of alcohol gebruikt? Nee, nee. Oké. Okay. Ik kom van werk. Sorry? Ik kom van werk. Oh, je komt van werk. Oké, okay, nou kun je mij vertellen wat er is gebeurd? Ja, dat zei ik net ook al tegen uw andere collega. Dat begrijp ik, maar ik wil het graag van u horen. Oké, okay,
Ja, reed hier wel wat harder, dat zeg ik dan wel. Maar al die hobbels die maakt het niet beter op en ik is ineens het macht over stuur verloren. Denk ik, ja, het ging een beetje snel. Oké, dat is vervelend. Is jouw airbag uitgegaan? Nee, dat nog niet. Zet een hoes om de airbag heen, collega. Oké, helemaal top. Even zijn werk doen. Normaal even voor mijn zeg maar zicht, de auto, kan ik daar gewoon, kan ik een soort van half bij jou? Of, Ja, de ruit is gesprongen, deur zit verder geklemd, die kan er niet open. Ik zie dat meneer niet bekneld zit verder. Dus je kunt er gewoon bij, hij staat ook gestabiliseerd geblokkeerd. Dus je kunt via het raam kun je bij meneer. Helemaal top. Ik wil eventjes, voornamelijk dat ik eventjes ga kijken of ik rare dingen zie uit je lichaam. Ja. Ja, de server gaat een beetje raar. Ik denk dat we even eruit gaan vliegen. Gaat iets gerestart worden namelijk. Ze wachten net even af. Sorry, ik zat nog een keer vragen. Jan, zie ik rare dingen, zeg maar, inwendig of uitwendige bobbreuken of dat soort dingetjes? Nee, je ziet voor de rest niks. Okay, ja, behalve wat ik al zei, een hoofd en een sneeuwrechter. Ja, oké. Ik wil eventjes mijn lifepak aansluiten. Dus ik moet eventjes jouw shirt openknippen, denk ik. De server ligt er denk ik uit. Kom even overheen meneer, om even de motorkap te openen. Blijf gewoon even rustig zitten en blijf er even naar voren kijken, oké? Ik blijf naar voren kijken. Jullie mij nog horen? Ja. Ja hoor. Oké. Ik kreeg even zo'n connection error. Ik ga even mijn lifepack bij aansluiten. Dus ik ga nu eventjes uw shirt openknippen. Ambu, hoe zit het hier zo? Dat weet ik nog niet. Ik moet even via alle waardes controleren. Oké. Kijk eens aan wie daar komt aan gaan. Hey, waar zijn we dan eens? We zijn weer terug op de kazerne. We zijn overdag. We zijn een paar weken verder. Een paar weken denk ik inmiddels al. En er is veel gebeurd in de afgelopen weken. Ik heb corona gekregen. Jij niet. Nee. Nee. Maar even denken, want we moeten heel goed nadenken. Ineens was de video klaar. En wat gebeurde er nou? Iemand zei, en ik geloof dat jullie dat zelfs nog in de chat konden terugzien. Ik ga even iets restarten van de server, omdat iets bij mijzelf niet werkt, zei hij. En vervolgens crash je de hele server en is de hele avond. Ja, de hele avond is verpest in dat opzicht. Wij stonden daar. Ik zat achter die gast en zijn hoofd te stabiliseren. Jij stond eigenlijk een beetje op dat moment niks te doen. Maar voor zover ik me zou kunnen herinneren, meen ik geloof ik dat we logisch zou zijn, in ieder geval de accu zouden moeten kleren, of hoe noem je dat eigenlijk? Ja, ik denk precies wat er nou gaande was, maar inderdaad, jij zat voor mij achter het slachtoffer, of je zat bij persoon, voertuig moest geblokkeerd, of was al geblokkeerd en gestabiliseerd, en dat was eigenlijk overdracht van de ambu doen. Ja, En die deur die kregen we niet veilig stellen. Ja, de deur inderdaad openen met recht gereedschap. Ja, en moet je nou altijd zo'n accu nog losknippen, of ontkoppelen, of... Ja, eigenlijk niet. Wordt voor de netheid vaak wel gedaan. Maar vooral bij elektrische auto's is het belangrijk om spanningsloos te maken. Maar bij de reguliere auto's is het eigenlijk niet meer zozeer nodig. Ja, dat is de spreider, hè? Ja. Ja, dus we zouden met een spreider en een schaar waarschijnlijk even het een en ander moeten knippen. Ja. En als we dan kijken naar de officiële richtlijnen van de ambulance. Als die meneer goed kon lopen en of staan en goed bij kennis is en zo, dan zou die zelf mogen uitstappen. Hij had zomaar gekund dat die ambulance had gezegd ik wil de hele dokter af hebben. Ja, dan heb je natuurlijk de A-stijl, de B-stijl en wat heb je nog? C? Nee, C niet hè? Jawel, zeker. A, B en C. Ah, ja. Het ligt natuurlijk aan een auto, maar het algemeen hebben ze een A, B en C-stijl. Ja. Soms ook nog een D, maar. Nee, goed. Hey, in dat opzicht, ik heb de hele video al geëdit. Ik moet zeggen, de video met Kerstmis die was wat spannend. Daar hadden we veel meer meldingen. We hebben hier vooral veel gepraat, maar goed, het was een soort zo'n praatuurtje. Ik vond het een leuke video. Ik heb hem helemaal bekeken trouwens tijdens het editen. Dus ik vond het best leuk, niet storend dat we zoveel praten en uiteindelijk maar 2,5 melding hadden. Ik ga je dus bedanken dat ik meer met jou mee mocht. En ik nodig jou dus graag uit om met mij mee te gaan bij de ambu. Dat kunnen we misschien deze aankomende week vast wel een dagje doen. Maar dan moet je zelf even kijken, want ik geloof dat jij morgen live gaat. Hè? Ja, voor de kijkers zal dat denk ik al zijn geweest. Of vanavond. Misschien vanavond voor jullie. Dinsdagavond. Ik ga hem nu editen en renderen. Dan staat hij op dinsdag. Wat is dat? 14 april online. En dan ga jij dinsdagavond
samen met Matthijs, eigenaar van Roleplay Reality, ook livestreamen. En ik meen zelfs dat jullie iets voor het goede doel gaan doen. Dus, ja, zeker waar. Dus als mensen deze video kijken of ze radio online komt op jouw kanaal, half acht, tot vanavond zou ik zeggen. Half acht vanavond. Mij zul je misschien ook nog wel treffen. Want ze gaan burgen, dus ze zullen vast nog wel een keer moeten worden opgeraapt als de AMU ze weer moet komen redden. Dus het komt helemaal goed. Hey, wij gaan jullie verder met rust laten. Joris bedankt en wij spreken ons sowieso nog. Is goed. Later. Joe.